Venezuela heeft vanavond bekendgemaakt dat het de grens gaat sluiten met de eilanden Aruba, Curaçao en Bonaire. Het gaat om de grens in zee tussen de Venezolaanse provincie Falcón en de drie eilanden. En daardoor is dus geen scheepvaartverkeer mogelijk met Curaçao, dat als knooppunt zou gaan dienen voor noodhulp aan Venezuela. Op het eiland wordt verschillend gedacht over hulp aan Venezuela. Veel eilanders wilden graag iets doen. Maar anderen zijn bang voor represailles van de Venezolaanse president. Hoe kunnen ze dan hulp geven? Als Maduro gek wordt en die gooit een bom hier naartoe, is Nederland dan op dat moment aanwezig? Of moeten ze dan nog komen? Hé, er viel een bom op Curaçao, komen jullie snel? Met het sluiten van de grens lijkt noodhulp dus voorlopig niet mogelijk. We hebben contact met Dick Draaier op Curaçao. Dick, hoe wordt gereageerd op deze stap van Maduro? Nou, de stap van Maduro is, zoals je al zei, aangekondigd, maar nog niet uitgevoerd. In ieder geval hield Curaçao er wel rekening mee. Men is hier op het eiland beducht voor de macht van Maduro. Vanochtend was er een demonstratie in Willemstad waar duidelijk werd dat mensen bang zijn dat Curaçao uiteindelijk in een militair conflict wordt gezogen. Waarom verzet Maduro zich eigenlijk zo tegen die hulp die vanaf Curaçao zou komen? Nou, Guaido, de zelfverklaarde interim-president van Venezuela, die heeft aangekondigd dat aankomende zaterdag, 23 februari, vanuit alle steunpunten, dus Brazilië en Colombia en ook Curaçao, grootschalige hulp het land gaat binnenkomen. Die andere grenzen, zoals je weet, die zijn al dicht. En Maduro wil met de sluiting van de grenzen naar de eilanden waarschijnlijk aangeven dat Guaido ook die aanvoerlijn uiteindelijk op zijn buik kan schrijven. Dick, dankjewel.